Een goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Ik hoop dat jullie er zin in hebben, net zoals ik. Goedemorgen Marion, Kobi, Leonie, Anna en Tiny. Hoi hoi. Ik was benieuwd, hebben sommigen van jullie misschien het project ook al een stukje gemaakt? Toevallig? Want ik zag dat sommigen van jullie ook al een heleboel van de mooie nieuwe Feelings of Freedom producten hadden binnengekregen. Superleuk natuurlijk. Goedemorgen. Beeld en geluid. Ja, dat had ik nog niet gevraagd inderdaad, maar dat is altijd heel fijn om te lezen. Super fijn dat jullie het goed kunnen horen en kunnen zien. Oh, leuk Christa. Wil het een beetje lukken? Heb je je moeten haasten, Petronella? Ik ook een klein beetje. Ik dacht, ik ga nog even gouden boodschappen in huis halen. En dan hoop ik dat het allemaal lukt op tijd, maar dat ging ruim, gelukkig. Oh, maar het is wel ook heel leuk, hè Marion, in de planner. En werk je dan ook met foto's van dagjes uit en dat soort dingen? Oh, met de sluiting. Oké, misschien... Die heb ik er nog niet opgezet, dus misschien dat je dan daar tips uit kan halen als ik het straks doe. Goedemorgen. Ik weet niet of er veel mensen zijn die het begin, de eerste deel, niet hebben gezien. Dus daarom dacht ik, ik ga heel even snel laten zien wat we hebben gemaakt en waarmee ik dat heb gedaan. En dan ga ik daarna beginnen. Dan denk ik dat de meeste mensen die het graag willen zien ook wel binnen zijn. Ga ik beginnen met het afmaken van het project. Ik heb afgelopen zaterdag op de demodag dit project gemaakt. Het is een omslag voor lekkere twee repen Tony Chocoloni. Daar had ik voor gekozen omdat dat slavenvrije chocolade is. En dat vond ik wel heel erg bij het thema Feelings of Freedom passen. En dan hebben we dus een omslag gemaakt, een grote omslag, met daarop een bakje. En voor het bakje heb ik de borderstansen gebruikt. Ik heb daarvoor deze borderstans gekozen omdat ik aan de buitenkant ook de slimline stans heb gebruikt. En die heeft dezelfde rand. Dus dat vond ik wel mooi om terug te laten komen. En de borderstansen hebben de code JMAFOFCD515. Een favoriet uit de collectie van mij. Er zitten super mooie kantenachtige vormen bij. En daarbij ook nog een gaatjesstans, een stippellijn en een stiklijn. En nou ja, je kan er onwijs veel leuke dingen mee doen. In de komende tijd zul je er nog meer van me gebruikt zien in projecten. Nou, de kaft is natuurlijk met het mooie designpapier uit het scrapset bekleed. En aan de buitenkant, zoals ik al zei, heb ik die slimlijnstans gebruikt. De rand, de opleg en daaruit heb ik deze ruitvorm gestanst aan beide kanten. Hoe ik dat gedaan heb, want deze is hem helemaal en dit maar een stukje, kun je zien in de vorige video of in de vorige live, als je dat interessant zou vinden. En zover was ik ongeveer gekomen met, met het project afgelopen zaterdag. En zoals je ziet is die niet af en dat gaan we vandaag doen. Wat ik nog vergat te vertellen, en dat is ook misschien wel leuk. Bij de slimline stand zit ook nog deze cut-out van verschillende maten stipjes in een willekeurige, beetje grillige vorm. En die heb ik hier nog uitgestanst. Vind ik zelf een ontzettend leuke. Je kunt het ja, net even je designpapier wat extra's geven daarmee. Dus die is ook nog wel even leuk om te laten zien. Even kijken hoor. Ja! Inderdaad, het is dezelfde rand. Dat is wel leuk, hè? Dan kan je daar een beetje mee spelen, Marion. Even kijken, want ik ben altijd heel slecht in het meelezen terwijl ik aan het kletsen ben.
Schilderijtje. Oh, superleuk. Leonie, ik had het gezien op je pagina. Ja, oké. Okay. Ik heb volgens mij niks belangrijks gemist. ik leg even die we al gemaakt hadden, die ik al gemaakt had opzij. Waar ga ik die leggen? Het hele bureau ligt vol. En dan gaan we verder. Ik heb voor de buitenkant ga ik eerst designpapier snijden om de hele buitenkant te bewerken. En daar had ik van de zaterdag al dit papier voor uitgekozen. En de hoogte is 14 centimeter die we nodig hebben, want de kaft is 14,5. Ik vind het altijd mooi om ietsje kleiner te doen, dat je een mooi randje ziet. En dan moest ik een beetje puzzelen, want ik wil natuurlijk niet dwars door die mooie afbeeldingen snijden. En als ik van 28 centimeter naar 14 ga, dan kom ik net hier onder de deur uit. Dus daar ga ik maar voor. En hierboven gaat een heel mini randje van de deur af. Maar dit is denk ik wel de beste optie. En ook qua designpapier uit het blok. Omdat de anderen hebben allemaal of nog groter. Of die hebben het printje zeg maar over zo staan. Dus dan gaan we er sowieso dwars doorheen. Dus ik heb voor deze gekozen. Dus ik ga eerst het scrapvel op 14 centimeter doorsnijden. Goedemorgen Ria. Dat wordt dan de hoogte van de stukken waarmee ik het ga afwerken. Oeps, zo. En dan hebben we twee stukken nodig van 19,5 centimeter breed. Eentje voor op de achterkant en eentje voor hier op de voorste vlak. Dus die ga ik natuurlijk de deur heel laten en dan op 19,5 afsnijden. En nog één, dat ga ik van dit wat neutralere stuk doen. En dan vind ik het wel grappig om die bloemen dan te gebruiken voor de achterkant. Dus ook weer op 19,5. Geen geluid. Volgens mij ligt het niet bij mij. Oh, ik ben benieuwd, Rianne. Ik vind ze prachtig, maar het is wel. Je zit zo vast aan die maat en ik vind het best wel moeilijke stukken, zeg maar. Maar ik ben heel benieuwd wat jij ermee gaat doen. Het zal vast goed komen. Even kijken. Dan hadden we nog een stuk van 7 centimeter nodig. Dat komt hier op deze korte flap. Ben ik in beeld? Op deze. En dan ga ik even kijken of ik misschien die bloem daar mooi in uit kan laten komen. 7. Dus snij ik een klein stukje van deze kant af. En dan 7 centimeter. Want dat flapje was 7,5. Een mooi stukje. En dan hebben we nog twee zijkanten nodig. En die moeten 3 centimeter worden. Ah, daar heb ik net pech. Die past er niet op. Dus dan worden het twee van deze neutralere 3 centimeter. Want de zijkanten van het boekje zijn 3,5. Dus die worden dan 3. Dus wie het fijn vindt en even mee wil schrijven daarvoor, heb ik dus... Oh, mijn lint. heb ik dus twee stukken van 14 centimeter hoog en 19,5 centimeter breed. Ik heb twee stukken van 3 centimeter breed en 14 centimeter hoog. Twee. En eentje van 7 centimeter breed. Ik heb 14 centimeter hoog. Oh, ach. Maar je hebt me gevonden, Tamara. Super fijn. En je hebt eigenlijk niet zo heel veel gemist, want ik heb alleen maar het designpapier gesneden en verder even laten zien wat ik de vorige keer had gedaan voor degenen die daar niet bij waren geweest. Het is ook verwarrend, hè? Overal zo veel leuke lives en dan helemaal met die nieuwe collectie. Nou goed, dan ga ik dus allemaal even opplakken. Dus de zijkanten.
Kijk nou, ik moet er niet naar kijken, want dat was die mooie met die vogels. Die mooie pagina. En daar heb ik nou allemaal doorheen zitten snijden. Nou, moeten we niet over nadenken. Hè? Daar is er nog één van, dat scheelt gelukkig. Van ieder scrapvel is gelukkig een tweede. In het pakket bedoel ik, hè? De workshop. Ik weet niet welke. Er zijn zoveel workshops. Als je maar plezier hebt, dat is het belangrijkst. Oh, had je dat gedroomd? Nou, dat is wel een mooie droom. Maar wel jammer om dan weer wakker te worden, of niet? Of heb je het ook echt gedaan vanmorgen? Ah, fijn, Thea. Zo. Die van 7, die komt hier aan de binnenkant. Nou, lekker jezelf verwennen, Anne, hè? Af en toe moet je dat gewoon doen. Groot gelijk. En als je er zelfs van droomt, nou, dan komt er waarschijnlijk ook geen spijtmoment. Kan ik me niet voorstellen. Even kijken, nou. Deze wou ik dan hier gaan gebruiken. Goedemorgen. Geen melding. Ik weet niet zo goed hoe dat werkt, wanneer je wel of geen melding. Misschien maakt het uit of je op interesse of op gaat klikt. Dat weet ik niet zo goed. Wat dat aan gaat, is ook voor mij Facebook af en toe nog een mysterie. Ik had gisteren ook ruzie met het aanmaken van het evenement. Dat weet Leonie, want die heeft mij een klein beetje geholpen. Hé Leonie. Om de lives in je agenda. Oh, dat is voor de kijker. Een tip van Tietz. Lijkt me een goed idee. Zo, en de achterkant krijgt dan deze mooie. Even kijken, want er staat tekst op. Die moet zo, met de bloemen aan de bovenkant. Nou ben ik met welke? Moest je niet even. Ik was aan het lezen terwijl ik een lijm op aan het doen was. Ik weet niet hoe gek het eruit zag, maar het zat gelukkig nog niet op mijn vingers. Nou, die mooi op deze plaats. Kijk, dat kijkt alweer heel anders, hè? En nou wil ik heel graag, want als je hem natuurlijk zo openmaakt, het heeft niet echt een functie, je gaat dat niet helemaal opklappen, maar dit vind ik niet zo mooi. Dus daar wil ik ook nog 2 stukjes en die worden 8 hoog en 3,5 centimeter breed. En deze 8 hoog en 9 centimeter breed. En dan ga ik heel even kijken of ik misschien nog iets heb aan mijn restjes daarin. Want dat, misschien lukt dat wel. Even kijken hoe hoog dit is. Oh, dat is wel meer dan 8, dus het zou kunnen. En ja, ik ga dit stuk gebruiken. Want het is wel leuk om dat natuurlijk mooi af te werken, maar het hoeft niet het meest mooie papiertje te zijn. En ik vind het dan zonde om daar een heel velletje voor in de, weer op te offeren. En dan ga ik even nakijken welke kant zullen we gebruiken. De hout of deze. Ik vind deze kant leuker. Jullie? Dat is wat frisser, dat lichter, hè? Als je dat nog zo ziet. En ik vind het wel leuk dat hier dan toch nog een beetje bloem. Dit was een stukje van het raam. Van het scrapvel met het raam. Ik ben even een beetje kwijt wat er allemaal gezegd wordt. Sorry.
Nou, snijd hem op 8 centimeter. En dan op 9 voor aan de grote kant. En dan nog een van 3,5. Voor aan de korte kant. Als je het niet helemaal volgt, dan komen de hele gekke dingen over een spion die je in de gaten houdt. Dan denk ik meteen, wat heb jij voor film gekeken? Die aan deze kant. Vindt het leuker met de bloem. Die wilde ik ook gebruiken. Bedoel je dit, Christine? Marie-Christine, pardon. Zo had ik het eigenlijk willen doen. Vind je dat ook een leuk idee? Welke mouw? Van de slimline van deze flappen bedoel je dat? Wie vroeg dat? Nettie? Ik denk het wel. En dat is deze stansmouw. De Window Slimline uit de nieuwe collectie Feelings of Freedom. Uiteraard, hè, want als we mooie nieuwe dingen hebben, dan moeten we daarmee. Dan willen we dat. Kan niet anders. En de code daarvan is JMAFOF. CD514. Was dat wat je graag wilde weten, Nettie? Nou, dus alles is nou mooi afgewerkt. En dan gaan we verder met het met de sluiting. Daarvoor heb ik 4 keer... ja, ik heb ze allemaal. 4 keer een... Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet noemen. Tektoppertje misschien. Uitgestampt uit de card display. Dat heb ik deze heb ik gekozen met die ronding aan de bovenkant. En daarvan is de code JMAESCD472. Dat is eigenlijk een card display. Die heeft de hoofdrol. Maar er zitten een paar hele leuke toppers bij. Voor een tag of aan een, om iets te kunnen ophangen. Of dus een sluiting te kunnen maken. En die vind ik ook super leuk. Dus ik gebruik die ook heel graag. En die ga ik dubbellaags opplakken. Dus ik ga er eentje aan de achterkant opplakken. En deze er overheen. Want er gaat natuurlijk een lint in. En dat maak je open en dicht en open en dicht. En dan wil ik het wat extra stevig maken. Dus daarom heb ik hem voor dubbellaags gekozen. En die komt dan in een... Je hebt hier 1, 2, 3, 4 van die... vormpjes van die schubjes. En achter de middelste twee plak ik dan die tektopper. En dan dat ze niet hier door dat gaatje komen gluren, zou ik maar zeggen. Snap jullie wat ik bedoel? Kijk, op die manier. En dan kan die andere er mooi precies overheen. Je die onderste, dat wit, niet meer ziet. Probeer zo netjes mogelijk. En dat doe ik aan allebei de kanten. Dus aan de andere kant, aan de grote flap, komt die ook. Geen geklier. Nee, hè? Daar houden we niet van, toch? Op deze manier. En dan die andere er weer precies hetzelfde overheen. Nou, voordat ik het lint er doorheen doe, ga ik hem nog even goed laten drogen. Dan kan die lekker een beetje stevig worden. En dan gaan we de voorkant versieren. Ik had ik pak hem nog heel even erbij. Die van het voorbeeld. Hier had ik een grote vogel uit het die-cut blokje gebruikt. En ik had Fly uitgestanst met Spread Your Wings om aan deze kant te versieren. Het is, dat komt uit deze... nee, hier ligt die. Oeps. Ik maak een raar beeldje. Wacht even hoor. Ja, zo is het weer goed.
Dat komt uit deze stans. Spread Your Wings heet deze stansenset. Daarin heb je twee grote woorden, Fly en Dream. En die hebben een schaduwstans erbij. Dus je hebt losse lettertjes waar je mee kunt spelen. Maar je kan dus ook nog een schaduw daarbij gebruiken. Dan ziet het er dus zo uit als je hem op de schaduw plakt. En je hebt heel mooi schrift, heb je Be Free in het klein, Explore en Spread Your Wings. Nou, hier heb ik dus de Spread Your Wings en de Fly gebruikt. En voor de nieuwe, die we nu samen aan het maken zijn. Oh, vraagje. Hoe vullen jullie het kleine flesje van de lijm? Gewoon zoals, of met een trechter? Oh, ja, ik doe dat wel altijd gewoon. En ik heb ook op een short op Hobby Visions... Facebookpagina, nee niet Facebookpagina, YouTube kanaal. Daar laat iemand het zien hoe je dat moet doen. Zeg van een beetje van een afstandje. En dan, misschien helpt het je om als je dat ziet. Waar was ik gebleven? Oh ja, en ik had voor deze had ik Dream uitgestanst. Dus ik heb in een roze restje designpapier heb ik de schaduw gestanst. En ik had van het hout de letters van het woord Dream. En daarbij dan in het wit, mooi contrast dacht ik, Explore gestanst. Dus die ga ik even in elkaar zetten. Begin natuurlijk bij de eerste letter. Ik vind dit ook een hele leuke toevoeging. En echt weer heel anders als eerder. Als eerdere stansen bedoel ik. Zoiets als er nog niet geeft. Even spieken. Van onder in de hoek passen ze precies. Als je zeg maar hem opplakt en dat hij aan de linkerkant aansluit en aan de onderkant, dan past het precies. Dan zijn al die hakkeltjes, die kloppen helemaal. Ik weet niet zeker als je het andersom zou doen. Boven in de hoeken of onder in de... Nee, dus als je vanuit links onder hem aansluit, dan klopt het mooi. Nee, dat flesje vullen was op inderdaad op Hobby Vision. Facebook. Nee, ik gooi alles door elkaar. YouTube pagina. Oké, Maaike. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het complimentje. En een fijne dag. De E. De A. Even gewoon... Ik pak hem heel even op hoor, want ik zit anders of met mijn haren in beeld, mijn hoofd. Of ik zit scheef omdat ik in de verkeerde hoek zit. Ja. Zo, die zit in elkaar. En ik ga hem nog niet vastplakken, want ik wilde eerst nog even kijken wat voor een plaatje erbij. Ik wil weer een wat groter plaatje proberen. En dan heb ik het die-cut blokje. Oh, wie dat interessant vindt, het die-cut blokje heeft de code JMAFOFDCB41. Misschien... Deze bloemen, die, hoe heette ze nou? Dat was nog zo'n dingetje, een papegaai of een paradijsvogelbloem. Die
slimlijns dan die nieuwe met deze bloem. Die heeft helemaal een heel ingewikkeld woord van gemaakt. Dat durf ik niet eens uit te spreken. Oh, jullie hebben het nog steeds over de lijn. Ik meet hem eventjes, want deze is net wat langer. En dan kan je er natuurlijk een stukje afsnijden. Maar ik ga voor deze. Die past er precies op. Oh, hij wil niet loslaten. Even de puntjes bijknippen. Strelitzia, hè? Ja, dat was het moeilijke woord inderdaad. Misschien zeg ik het wel helemaal verkeerd. Gelukkig weten jullie wat ik bedoelde. Zo, die kan wel leuk hierachter. Een beetje groen erbij is ook wel leuk, hè? Zal ik zo'n dit blad, denk ik, dat qua maat wel lekker wel wil. Ja, dit gaan we eronder doen. Vinden jullie het moeilijk om je projecten te versieren? Sommige mensen vinden dat soms best wel lastig. Ik heb zelf dat in het begin ook wel best wel moeilijk gevonden. Maar ik heb gemerkt dat je door laagjes en dan te kijken naar een beetje kleurcontrast. Dat het dan, als je dat een beetje voor ogen houdt, dat het dan best wel eigenlijk goed te doen is. En dat het dan heel erg leuk is. Even kijken. Ik wilde hem in eerste instantie hier zo op. Maar misschien is het juist wel leuk om hem daar te doen. Dan popt die witte kleur nog meer op. Zo in die tonnen zooi gaat zitten maken en dan drie dingetjes. Dus vaak is dat, als je dan bezig bent met iets te maken, dan komt er in je hoofd allerlei ideeën om nog erbij te gebruiken. Maar ik denk dat ik het deze keer zo ga doen. Die vind ik wel leuk. Ik had het eerder anders in mijn hoofd, maar ik vind dat deze daarboven mag. Nou, is het nooit leg, zoals ik het erop leg, zo komt het nooit exact hetzelfde vastgeplakt te liggen. Maar dat is niet zo heel erg. En als je het met natte lijm doet, kan je daar natuurlijk nog een beetje mee schuiven. Dankjewel, Emmy. Het is ook niet zo super moeilijk met die mooie spullen eigenlijk, hè? Het past allemaal zo goed bij elkaar. En bij elkaar. Zo, doe nog niet heel hard aanduwen, want dan kan ik nog een beetje schuiven. Zo, denk ik dat het zo wel goed zit. Dus dan, oep. Chips. Oh. Ja, zo heeft iedereen natuurlijk iets wat hij lastiger vindt. Zijn we allemaal verschillend. En vaak is het met het basis maken. Zeker als je dan iets van lives hebt of goede instructies. Dan is het alleen maar een kwestie van goed lezen en nadoen. En dat andere, ja, het versieren is wel meer oefening. Of dat je het
gaat zien. Kijk, zoals je ziet, ik had even geen wit papier voor handen. Maar ik wilde wel graag wit. En toen heb ik gewoon een heel klein restje van het designpapier gebruikt. En heb ik een mooie witte Explore. Zo. Oh ja, dat kan ook. Zeker als je heel veel stukken gebruikt. Ik heb nu natuurlijk maar 4 stukjes gebruikt. Dan onthoud je het nog wel een beetje. Maar als je echt collages gaat opbouwen, hè, Marie-Christine. Dan is inderdaad een foto maken wel fijn. En wat soms ook nog wel als ik veel stukken doe. Is gewoon de bovenste beginnen met plakken. Op wat je hebt neergelegd. En het dan eigenlijk van bovenaf opbouwen naar onder. Dat is ook nog een optie. Ik wil eigenlijk hier ook nog wel wat. Want zo is deze natuurlijk super mooi versierd. En valt deze wel heel erg saai uit. Dus daar gaan we nog even iets leuks bij zoeken. Wat er leuk bij past. Even kijken. Moet natuurlijk niet iets heel groots zijn. Leuk hè, deze pagina weer erbij. Met die oude fotootjes. Dat was bij de Inner Peace, zat er ook zo'n mooie pagina bij. Die heb ik graag gebruikt. En deze nou natuurlijk opnieuw weer. Wat zullen we nou doen? Te veel keus bijna, dat wordt het moeilijk hè. Zou deze vogel passen? Even kijken. Beetje te breed misschien, hè? Maar als er zo'n kopje zo over die... Ik ga het toch even uitdrukken en proberen. Even kijken hoor. Ja, dat is super fijn, Thea, als je dat kunt. Sommige mensen, ja, hebben dat dan, is dat moeilijker. Ja, voor iedereen is het anders, hè? De een die heeft het gewoon in zich. Die ziet het gewoon. En de ander die kan er wat langer over doen. Maar als het dan gelukt is, is het wel natuurlijk des te toffer. Als je niet hebt opgegeven en gewoon lekker blijft oefenen. Even kijken. Zo, en dan... Ik vind dat eigenlijk wel leuk. En dan ga ik deze gewoon ietsje korter scheuren. En dan wil ik dat wel even dat wit weg. Dus dan ga ik even... Zo. Kijk, zo past die er mooi op. En dan wil ik alleen nog wel iets bloemigs bij. Maar ik wil... Even kijken. Nog een leuke kleine bloem. En een blad. Kijk, want hier heb ik groen gebruikt. Dus dan vind ik het wel leuk om hier ook wat groen. Dus ik wil nog blad. En op deze kant zit nu alleen maar hier wat roze. En hier hebben we natuurlijk wel wat meer roze. Dus ik ga voor een roze bloem om die reden. Misschien dat deze beige bloem ook nog wel leuk erbij is. Maar ik ga voor de kleinere. Dus deze. En deze ga ik even uithalen om te kijken of dat nog leuk is erbij. En dan een mooi blad. Die doen of die? Ik denk deze. Ja, toch? Ik vind, ja, paradijsvogel. Ik weet niet, dit is denk ik niet de paradijsvogel. Er zit wel een andere vogel die dan maar zo wel kan zijn met die mooie staart. Hebben jullie die ook gezien? Deze. Die had ik al gebruikt. Op iets anders. Die haal ik nog even als verrassing voor jullie. Maar dit zouden zomaar paradijsvogels kunnen zijn, toch?
Even kijken. Ik moet nog eventjes de puntjes bijknippen. Oh, en hier zit ook nog in het midden. Kan je eruit drukken. Goedemorgen Wilma. Gezellig dat je er bent. Ja, zeker handig die uitdrukplaatjes, hè? Ik vind altijd alleen wel even die puntjes eraf moeten, dan ziet het er nog vrijer uit. Ik vind op zichzelf uitknippen ook niet heel erg. Vind ik ook wel leuk om te doen. Maar dit is wel luxe, hè? Dan kan je hem zo, hup. En dan heb je iets gereed om te gebruiken. Nou, mijn bloemen. Even kijken. Ik denk dat ik ze hieronder in de hoek wil. Zo. En dan in ieder geval de roze bloem erbij. En dan kijken of deze ook nog leuk erbij past. Wel grappig, want nu kijk ik via het scherm op de computer hoe het eruit ziet. En dat geeft weer een ander beeld dan dat je er zo met je neus bovenop zit. Het is wel grappig. Maar ik vind het zo best wel mooi. Wat vinden jullie? Ik ga het zo doen. Wat je ook nog zou kunnen doen, is het dat verhoogd opplakken en zo. Maar ik denk zoiets zet je misschien in een kast. En dan is het wat kwetsbaar als daar allemaal verhogingen in zitten. Dus ik ga ervoor om het mooi plat op te plakken. Dus we beginnen met de vogel. Ik doe niks op de snavel, want die stak er een beetje uit. Hè? Want anders zit die straks door de gaatjes van het kant vast aan mijn... aan de achterkant en dat wil ik niet. Deze moet ik nog even loshouden, want daar moest het puntje van het bladeren, het takje moet daaronder. Oh ja, heb je dat met kleding ook? Wat grappig. Je kijkt dan uit een andere hoek of in een geheel of zo, hè? Dat is wel grappig. Ik ben ook kapper en kapster en mensen zeggen ook wel eens, ik werk bij mensen thuis, oh je hoeft niet met die spiegel te sjouwen, laat die maar gewoon lekker in de auto staan. Maar ik kan dat niet, ik moet ook via de spiegel de mensen knippen, zeg maar. Dus je kijkt ook in de spiegel, weer van een andere hoek en van wat meer afstand. Ik denk echt wel dat dat ja, zo werkt, dat je van een andere afstand toch een beter beeld krijgt van wat je aan het doen bent. Zo. Even goed aandrukken. En dan is dat ook weer klaar. En dan kan ik eens even kijken of met mijn lint. Ik had nog een stukje donkerblauw lint. Vond ik dan wel weer leuk, omdat we ook dat ruitje in donkerblauw hebben uitgestanst. En dan is dit op deze manier de sluiting. Ik had bij die andere een veel groter lint, maar je ziet, je hebt niet zo'n heel lang stukje nodig, want de afstand die je moet afleggen is relatief klein. En hoe heet het? Dus je hebt eigenlijk alleen maar de stukken nodig waarmee je een strikje kunt maken. En met een strikje kan je heel lang friemelen om hem naar je zin te krijgen. Hè? Kennen jullie dat ook? Maar op die manier... Nou, dan is de buitenkant zo goed als klaar. Want ik zit nog wel te denken, misschien is het leuk om hier nog wat pareltjes te doen of zo. In dit lichtroze uit die pastelserie. Volgens mij de pastelflowers. Maar die heb ik nou even niet bij de hand. En het, ja, dat zijn gewoon net de kleine details. Je zou ook nog met stikkels wat in die vleugels of op de bloemen kunnen doen. Een lekker een klein beetje glitter. Maar in principe is de versiering zo goed.
En dan wil ik eigenlijk verder gaan naar de binnenkant. Want we hebben nog wel wat tijd, hè? Ja, we hebben nog genoeg tijd. Aan de binnenkant, want we hadden natuurlijk... Ik weet niet of jullie erbij waren, maar we hadden een klein beetje zitten stunten met het designpapier aan de binnenkant. Want we hadden dat vel met die brug. En ik wilde natuurlijk niet dat die verdween achter mijn bakje. Dus we hebben hem toen in stukken gesneden. Dit was de bovenkant van het vel en dan dit de onderkant. En dit is natuurlijk best wel een groot verschil. Dus ik wil graag proberen, maar dat is een beetje een experiment... Dus duimen dat het goed komt. Om met stencils, want er zitten natuurlijk ook prachtige stencils bij de collectie. Te proberen met een blauwe kleur. En dan heb ik, even kijken, de Distress Oxide Faded Jeans heb ik. Wil ik kijken of ik daar misschien een beetje meer overgang in kleur in kan maken. Dus dat is mijn uitdaging. En ik heb hier het stencil Brocade Padder. En die heeft de code JMAFOF Mask 194. En ik heb deze erbij gepakt met de Mandala Quarters. En die heeft de code JMAFOF Mask 192. Zou ik wel kunnen doen. Alleen ik wil het een beetje over laten lopen. Dus ik wil een heel klein beetje wel hierin en hierin laten. Dus ik denk niet dat het nodig is om, te maskeren is dat eigenlijk, hè? Even kijken. Waar heb ik mijn brushjes? Ik heb een wat kleinere brush, want ik had het eerder ook met deze geprobeerd, met de blending tool. Maar deze stencils hebben echt wel wat fijnere gaatjes, zeg maar, fijnere textuur. En daar vond ik het een beetje, kwam het eigenlijk niet zo heel erg mooi uit. Dus ik wil nu het gaan proberen met een borsteltje. Even lekker laden. Ja, dit ziet er lekker uit. Ik zeg eerlijk, ik ben nog niet zo'n echte mixed media guru, zou ik maar zeggen. Net als Anita en zo. Maar ik doe maar wat. In de hoop dat het wat wordt. En dan op zich wordt het wel mooi, toch? Vinden jullie? En dan doe ik dat aan de andere kant ook. En dan denk ik dat ik straks met het restje heel voorzichtig probeer om hier die achtergrond ook iets minder wit te maken. En dan hoop ik dat dat niet helemaal weer verdwijnt. Maar dat ga ik gewoon uitproberen. Als ik het nooit uitprobeer... Dan weet ik ook niet of het werkt, toch? Dus weer de borstel lekker vol met inkt. En dan een klein stukje in dat blauw van de donkere pagina. Een keer een beetje naar beneden, langs het bakje. Het is wel een mooie afdruk, hè? Kijk. Het is gewoon gelukt. Vind je het net een tandenborstel? Ja, maar wel hele zachte. Ik weet niet hoe schoon je tandjes ervan worden. Ik denk dat ik hem ook nog een heel klein beetje hier naar de onderkant wil doen. Daar zit dan alleen wel een stukje groen met de brug. Maar dat dan een beetje zo. Wordt toch wat? Ja, ik vind dit mooi. Oké, nou dan ga ik proberen met dat restje voorzichtig. Een beetje blauwiger. Minder wit. Kijk, want hieronder, maar dat was natuurlijk, dit lag tegen elkaar aan. Heeft die wel die mooie kleur, maar hierboven is die heel wit. Hij is heel mooi van donkerblauw naar heel lichtblauw loopt hij over, dat papier. Hebben jullie ondertussen nog tips? Volgens mij niet, hè? Nee, even kijken.
Maar voor. Kijk, en dan weet ik niet of er nog genoeg op zit. Zal ik het hier vanaf halen? Want ik ben bang als ik nou op het inktpad ga, dat ik dan weer te veel erop heb. En dat die daar dan zo niet zo mooi wordt als hier. Ik ben nou eigenlijk wel heel blij hoe dat geworden is. Ik hoop dat het werkt. Oh. Misschien toch een klein tipje. Mijn mouw komt tegen die rand. Heeft een irritant geluid of niet? Ja. Ik wil eigenlijk nog een heel mini beetje erin doen. Ja. Al leuk toch? En dan even kijken. Wat had ik hier? Hier kan misschien ook nog wel wat van een stencil. Ik ben toch lekker bezig. Dan ga ik zo'n mandala proberen. Even kijken, welke zullen we doen? Maakt niet zo heel veel uit, denk ik. Ik vind die wel leuk. Ja, toch, Yvette is goed gelukt, hè? Die met die stipjes. Ja, die, bedoel je deze? Deze heeft stipjes langs de rand. Die wou ik graag doen. En dan wil ik niet met die bloemen. Ga ik het zo doen. Ik ga heel even een klein stukje plakband pakken. Want ik ben een beetje bang dat ik, omdat het niet plat is op de tafel, dat het anders gaat verschuiven en dat het heel lelijk wordt. Even kijken. Die onderste rand die leg je dan gelijk met mijn designpapier. En dan doe ik hier even zo'n tapeje. En dan gaan we daar die mandala proberen. Blijft altijd spannend als je iets gaat doen waar je nou niet echt per se knijter goed in bent. En dat jullie dan allemaal met me meekijken. Maar het gaat volgens mij. Zo. Nou. Hoe zit dat eraf? Dat is een mooi subtiel mandalaatje in de hoek, hè? En dan gaan we dat hier ook nog ergens doen. Is wel leuk, toch? Ik vind het zo leuk om te doen. Ik ga gewoon aan de andere kant er ook een doen. Of zal ik dan een andere doen? Is wel leuk om even een andere te bekijken hoe die wordt, hè? Dankjewel, Marjon. Hebben jullie een voorkeur welke we in de andere hoek gaan gebruiken? Linksboven, rechtsboven of rechtsonder? Jullie mogen roepen. Welke willen jullie graag zien? Dankjewel. Linksboven is de eerste. Oké, dan ga ik daarvoor. Sorry. Marion was eerder. Volgende keer die andere. Goed. Oké, okay. Deze heb ik nog niet getest. Even zien hoe ik dat ga doen. Ik wil het niet hier overheen, dus ik ga proberen dan tot en met hier zo te stencelen. Noem je dat zo? Stencelen? Ik denk het wel, hè? Waar is mijn plakband? Oh, daar.
Zo. Ik leg gewoon mijn hand erop. Het is vast een betere manier met papiertje of nog meer plakband. Maar ik doe het even lekker zo. Volgens mij werkt het wel. Ze zijn inderdaad allemaal mooi. Het was meer dat ik niet kon kiezen en dat ik dacht, ik laat jullie lekker kiezen. Dan ben ik daar vanaf. Dan doe ik alleen een klein beetje vaag, zodat het niet zo'n rand is. En dan gaan we even spieken. Oh, ik wil hier nog een klein beetje, vind ik het, dat is eigenlijk wel handig aan zo'n plakbandje. Want dan kan je natuurlijk even spieken en hem weer terug laten vallen. Nou, per ongeluk weer wat geleerd zelf. Hi er vandoor, Mario. Tot de volgende keer. Heel graag gedaan natuurlijk. Ja. Gaaf, hè? Voorzichtig eraf. Tof. Heb je weer voldoende ideeën? Oké, dat is mooi. Oh, je bedoelt misschien met de hele sluiting ook deze slimline. Dat had ik in het begin niet zo goed begrepen. Maar dat is, dat snap ik. Ik heb trouwens ook mijn pick-up tool gevuld, hè. Want dat was wat ik vorige keer ontdekte. Dat het dus hol was en dat je er iets in kon doen. Superleuk. Ik heb er limoenschijfjes of citroenschijfjes en kraaltjes. Kleine hartjes en dan allemaal in lekkere, zoete, frisse kleurtjes. Dat was grappig, hè? Want ik was aan het teruglezen, alle reacties. En toen zag ik pas dat, nou ja, volgens mij 10 of 20 mensen hadden gezegd... Ja, daar kan wat in, ja, daar kan wat in. En dat had ik dus beslist niet door. Dus even later deed ik heel enthousiast, terwijl jullie het allemaal al 80 keer hadden gezegd. Oh, oké. Ja, daar leg ik dat inderdaad... uitgebreid uit. Dus dat is wel makkelijker als je daar even naartoe kunt scrollen. Als je papier nou eerst had gewerkt, was dat niet makkelijk. Misschien wel. Ja, Thea, waarschijnlijk wel. Maar dat heb ik zo niet gedaan. Ook ik had soms misschien achteraf het op een makkelijkere manier kunnen doen. Daar heb je helemaal gelijk in. Ik wilde nog een beetje met de stempels gaan spelen. Ik zit heel even te twijfelen of ik hier nog wat moet doen. Maar misschien dat ik dat dan met die stempels ga doen. Want we hebben natuurlijk een hele mooie grote achtergrondstempel. Hier kun je hem beter zien. Freedom Background heet die. De code is JMAFOF stamp 422. Die kan je in het geheel natuurlijk met een stamping platform heel mooi gebruiken als achtergrond. Maar je kunt er ook stukjes mee doen. En dat wil ik nu gaan doen. Dus ik pak even de stempel. Dat schutvelletje zeg maar aan het stempelgedeelte haal ik eraf. En die andere laat ik zitten. En dan ga ik gewoon op het inktpad. Ik heb toevallig archival inkt in huis. Dus die wil ik graag gebruiken. En dan doe ik gewoon een hoekje met mijn vingers. En dan ga ik dat willekeurig een beetje stempelen om de achtergrond nog wat interessanter en ook meteen weer meer een geheel van deze pagina's te maken. Even kijken. Zal ik werk in beginnen, zie je wel. Oh ja. Ja, sommige mensen zijn misschien beter in het echt vooruit plannen en het helemaal vooruit zien. En dat kan ik wel heel goed in een basisproject, maar daarna in het versieren dan ben ik nog wel eens wat aan het stunten inderdaad. Dan denk je achteraf, had ik het van tevoren zo bedacht, dan had ik het anders aangepakt. Maar dat is dan niet zo. En dan lost het zich ook op, dat is dan wel weer fijn. Ik wil die vlinder, dan ga ik hem even in mijn bakje stoppen. Anders krijg ik hem er niet mooi op. Het wordt wel leuk, hè? Dan ga ik die ook nog hier in de hoek een beetje doen. Welk stukje met de bij. Er zitten allemaal hele leuke stukjes in. Dan kan je leuk kiezen. Die bij daar zo in de buurt van de bloem.
is ook leuk, denk ik. Gaaf is die, hè? Hij is in zich heel, heel tof. Maar ik vind hem ook zo in stukken echt heel, heel gaaf om te gebruiken. En dan hebben we ook nog deze. Die vind ik ook echt fantastisch. Die heeft allemaal hele verschillende elementen. En die kan je natuurlijk ook heel gaaf zo her en der stempelen. Ook over elkaar gebruiken. Bijvoorbeeld zo eentje met een tekstje of zo. Dus daar wil ik ook een beetje mee gaan spelen. En deze heet de Enhancement Set. En daarvan is de code JMAFOF stamp 423. En die vind ik dan wel fijn om gewoon even op een acrylblokje. Als ik weet waar ik die heb verstopt. Oh, deze is een beetje groter, maar dat maakt niet uit. Een beetje vies. Welke zullen we eens gaan gebruiken? Ik wil hier graag iets. Deze met de letter F en de 8 en nog een mooie achtergrond vind ik leuk. Staat er ook nog Freedom onder? Of zie ik dat nog wel? Nee, Feb. Februari 3. Oh, wacht. Dan moet ik hem natuurlijk wel wat meer aan de rand van mijn blok doen als ik zo'n grote heb. Ik ga stencil stempels ook gebruiken op een schoolbehang. Oh, cool. Oh, dat wil ik wel zien hoor dan. Dat lijkt me gaaf. Zo, daar. En dan gaan we hem hier ook in het gestencilde nog een keer. Zo'n groot blok is niet zo handig zoals je ziet. Want er zit het bakje in de weg. Of ik had het natuurlijk vooraf moeten doen zoals Thea net opperde. En dan wil ik daar nog een beetje zo'n achtergrondstukje. Deze ben ik nieuwsgierig naar. Die heb ik nog niet getest. Dat is een beetje zo beschadigde barok, noem ik het maar even. Er zitten ook gaatjes in. Daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar hoe die uitpakt. Die doen we dan. Moet ik even weer goed op mijn blok leggen. Beetje zo. Beetje half zo in, boven in die lucht bij de boom. Ben ik nog wel in beeld? Ja, hè? Ja, ik stempel, Nicole. Zit me niet te plagen, jij, hè? Nicole is echt mijn stempelgoeroe. Die kan dat keigoed. En die heeft dan ook vaak hele leuke ideetjes. Die ik dan wel eens wil uitproberen. Zo. Dat is wel tof, hè? Even kijken. Zal ik die hier ook nog een keer herhalen? Ik doe dat gewoon. Het is een beetje uitproberen, hoor. Wat ik aan het doen ben. Beetje spelen nu. Ja. Wel leuk, toch? Misschien kunnen we hier ook nog wat op doen. Ja, dat ga ik doen. Even kijken. Ik pak gewoon weer een andere. Zou deze mooi passen? Ja, toch? Dan moet ik alleen maar even kijken hoe ik dat goed ga doen aan de binnenkant. Hebben jullie dat ook altijd met stempelen? Dat je je vingers altijd helemaal onder hebt zitten. Daar ben ik echt heel goed in. Er zit natuurlijk geen... Ik kan niet heel hard drukken, want dan druk ik mijn doosje in elkaar. Dus ik probeer vanuit de binnenkant van het doosje de stempel er goed op te krijgen. Yes! Gelukt. En er zit ook nog een vlinder bij. Die wil ik hier zo. Ik ga die vlinder erbij doen. Even zien of die mooi op het blokje kan liggen. Dat het een beetje makkelijk is. Wat zeggen jullie allemaal? Je vingers ergens niet... Oh ja! Dat je dan inderdaad ook nog je vingerafdrukken ergens op gestempeld hebt. Kan wel heel leuk zijn. Ja, ik word hier wel blij van. Zullen we even kijken of we misschien hier nog ook een stempeltje kunnen zetten? Ik vind dat wel grappig. Als je dan dit zo dicht hebt zitten, dat bijvoorbeeld hier nog iets uitpiept. En hier kunnen we dat ook nog doen. Dat ga ik nog even doen. Even zien, welke zou dan leuk zijn? Er zijn zoveel leuke keuzes maken. Deze heb ik nog niet gebruikt hierop. En daaronder misschien, dat is te groot. Zo'n cijfer. Die leg ik even hier.
Oh, babydoekjes voor je vingers. Ja, dat kan ook. Ik had ze hier wel liggen voor de... Hier zit ik weer met mijn vinger erin. Voor het... hoe noemt dat? Voor de stempels schoon te maken en de stencils. Maar dat doe ik lekker straks als ik heb opgehangen. Of opgehangen. Als ik ben gestopt. En, maar niet voor mijn vingers had ik even niet aan gedacht. Maar dat kan natuurlijk net zo goed. Heb ik hem al niet op de kop? Nee, oké. Okay. Zo, en die dan hier. Zo, een beetje laag. Misschien gewoon een tweede printje eronder. Die doet het niet meer goed. Gaan we nog een keer doen. Hij verstopte zich een beetje te veel. Vond het niet zo leuk. Heb ik hem gewoon twee keer gedaan. Nou! Ik denk dat ik zo goed als... Ja, volgens mij ben ik wel klaar. We kunnen er de repen in. Ze zijn er niet op. Knap, hè, van mijn kinderen. Ik heb ze gewoon verstopt. Ik denk als ik ze in zicht laat, dan word ik helemaal gek gezeurd. Om ze mogen opeten. Maar na vandaag mogen ze er lekker aan snoepen. Ja, leuk hè? Ik was zo lekker bezig met het bedenken en het in elkaar zetten. En toen dacht ik, oh, volgens mij kan ik best wel veel van de nieuwe producten lekker erin gebruiken. Van het een kwam het ander. Ik heb uiteindelijk, volgens mij hebben we 13 artikelen nieuw. En heb ik er 10 gebruikt. Dus ik heb alleen die lange slimline stempels niet gebruikt. En er is nog een hele mooie stencil met een brug en een houtstructuur. Die heb ik ook niet gebruikt. Maar de rest hebben we alles gebruikt. Dus dat is wel superleuk, hè? Nou, dit is hem geworden. Dus nu hebben we twee. Kunnen we twee mensen verwennen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Er wat aan gehad hebben. En dankjewel voor de gezelligheid. En misschien zie ik je vanavond weer. Want ik mag vanavond nog een keer live. Dankjewel allemaal. En tot de volgende keer. Doei doei!